Laat me raden, u had een kast met twee deurtjes. Ik erfde een kast. Ja, we gaan niet op alle slakken zout nee, leggen die nu, had ik niet, die erfde ik. En dat was een kast, die een eiken kastje, een kabinetje. Maar dat van binnen helemaal wit gepleisterd was. Er zat piepschuim op, maar dat had een familielid gedaan. En daaronder zat weer behang, daar zat weer verf. En daaronder zat weer wit kalk of zo. Wat zijn dit? Zijn dit twee deurtjes van de kast of twee zijpaneeltjes? Paneeltjes, de zijkanten. De zijkanten van een kastje. Maar dat was helemaal ondergekalkt met wit en ja, behang met wit enzovoort. En behang, ja. Dus u pakt een groot mes. Ja, schoongekrabd en zo. En toen met een verfkrabber, zo'n driehoek krabber. En toen op een gegeven moment dacht ik, het lijkt wel... Dat paneeltje stond ondersteboven. Het lijkt wel of ik een paar teentjes zie daar. Maar ja, dat een beetje raar, maar dat had ik nooit gedacht. Toen dacht ik, nou, nog een paar teentjes. God, dat zo. Oh, leuk. Dat zal dan misschien wel een engeltje zijn. Ja, want dat was ondersteboven. En dat was zeker zo'n gerubijntje of een engeltje dat rondvliegt. Kortom, na heel veel geschraap met mesjes ja. en zo... zag u dat er dus een onderschildering was... Nou, ik ben... Ja, oké. Okay. Nee, ik ben met een aardappelmesje op een gegeven moment die witkalk gaan wegkrabben. En daar ben ik met een puntje van aardappelmesje al die witkalkjes gaan wegfrotten. Toen kon je een beetje iets zien. Door de tand destijds kwamen er ook scheuren in het hout. Ik dacht, ik moet een restaurateur vinden. Nou, na veel omzwerving heb ik uiteindelijk, veel zoek, heb ik uiteindelijk een restaurateur gevonden. Nou, die heeft mij ontzettend geholpen. Die zag mijn bezetenheid. Die wist dat ik 100 uur met een eerder mijn aardappelmesje had zitten frotten. Ik had allerlei musea aangeschreven. Jullie herkennen iets, maar ik kreeg wel leuke reacties. Maar het klopte allemaal niet, want het beeld was niet bloot. Hoeveel jaar bent u eraan bezig geweest? Ik ben eind jaren 90 begonnen. Toen heeft het ook wel 2 jaar stilgelegen. Toen zijn die scheuren erin gekomen, omdat... paneel, zei man, er moet allemaal natuurlijk zo'n architraaf omheen. Dus ja. niet, dan gaat het werken. En wie heeft het uiteindelijk de schildering opgefrist? Heeft u dat zelf ook gedaan of niet? Nee, dat is een super restaurateur die mij geholpen heeft. Die heeft mij lessen gegeven. Met een, heb ik een microscoop van hem gekregen, scalpenmesje gekregen. En die terpentijn met alcohol. Waar u ook mee denkt. Watjes, stokjes, watjes opdraaien en zo. En daar heb ik 200 uur aan gewerkt. Oh. Ja. Mevrouw is al van 1990 ermee bezig. Nou krijg ik allemaal gegevens van u. U heeft 2 panelen, maar mag ik zeggen fragmenten van grotere panelen... waarvan het linkerpaneel, moet u zich voorstellen, is ongeveer zo breed geweest. Dit stuk is het middenpaneel. Het zal waarschijnlijk een triptiek geweest zijn. Midden, links, wat? En dan ziet u hier de voorstelling nog, waarbij dus de hemelvaart hier met Maria naar voren komt. Maar begrijp ik het goed? Iemand heeft ooit een triptiek gewoon lekker doorgezaagd, want daar kon hij lekker 2 deurtjes van maken. Ja, want het is supermooi eikenhout. En dan kun je wel zeggen, welke zot doet dat? Het is veel meerdere malen voorgekomen, want tot rond 1940 was goed materiaal meer waard dan arbeidsloon. Het is nu omgekeerd. Ja? Dus een oud paneel, jongens kunnen we gebruiken, zagen maar, en dan komt dat in uw kast terecht. Nu staat het weer hier. Ik moet u zeggen, als je hiernaar kijkt, dan zeg je, waar is de rest? Maar dat vind ik helemaal geen bezwaar, want die restaurator heeft dat begrepen. Je gaat dit niet invullen. Laat dat beeld maar zien. Laat de tijd maar spreken. Ja. Ja, en alles wat je nu ziet is origineel. Dit is eind 16e eeuw. Het thuisbrengen is dit of Zuid-Duits of Tirol. En wat ook zo fijn is, dat zult u zelf al dus ontdekt hebben... dat al die kransen, die zijn ontzettend goed bewaard. Dat is nog het originele goud. U heeft het heel keurig laten inlijsten, simpel, precies zoals het moet. Ja, dat komt dan uit een kastje wat niks gekost heeft, neem ik aan. Voor mij niet, nee. Nee. Een erfstuk van mijn grootvader. Uw tijd heeft ook niks gekost. Ja? Nee. Dan staat hier het bij elkaar nog steeds 10.000 euro. Ach. Leuk. Enig. Ontzettend leuk. Voor mijn nazaten.